Nou, die heb je al te pakken. Ja. Hey, wat is je naam? Mandy. Mandy. Wat doe jij hier? Ik ben hier gastvrouw bij het Welkester Festival in Voorthuizen. Dit is de 7e keer dat ik dat doe. Helemaal top, joh. Ja. Zo lang. En wat houdt je dan om zo lang vol te houden? Nou, ten eerste is het super gezellig. En ik heb zelf ook 10 jaar muziek gemaakt. Dus ik heb er ook wel verstand van. Dus ik vind het ook gewoon leuk om alle orkesten te zien op zo'n dag. En waarom moet dat in Voorthuizen blijven? Omdat het toch wel een jaarlijks evenement is wat veel mensen trekt en veel toeristen trekt. En vooral de avond ook, omdat er dan de kampioensklasse gaat spelen. En door de dag heen, je ziet toch, het staat hier best wel vol. En dan mensen vinden het toch leuk om te komen kijken. En het is gezellig en het is goed voor de horeca. Dus, wat raad je mensen aan om, als ze dit kijken, waar moeten ze eigenlijk hier naartoe komen? Nou, ten eerste omdat het gewoon super gezellig is. Iedereen heeft het super naar zijn zin. Er hangt een goede sfeer. En mensen beginnen te dansen gewoon omdat het gewoon leuk is. En je ziet dat iedereen het naar zijn zin heeft. En ik denk dat het voor iedereen gewoon leuk is om te aanschouwen. En ook om te zien hoeveel plezier de orkest hebben. Top.
We zijn nu de speelorkest. Jullie spelen mee. Ja. Waarom komen jullie naar Voorthuizen? Wij doen wel vaker mee aan zulke festivals. En bij Voorthuizen waren we nog niet geweest. Dat leek ons een leuk festival om mee te doen. Okay. Maar wie zijn jullie? Wij zijn Soyer de Lamimol uit Zaltbommel. Helemaal daar. Ja, helemaal daaruit inderdaad. Zo kijken zo dit jaar waar je aan mee kan doen en mee wil doen. Maar binnenkort weer naar de Vierdaagse van Nijmegen. En wat is hier in Turkije? Ja, leuk. Goed voor een keer, toch? Morgen was van minder met die weer, maar nu het iemand. Ja, maar daar met het dweilen, hè? Blauwkens, de dweilen. Er moet een beetje regen bij. Jullie hadden het weer wel besteld. Dus. Ja, wij hadden weer besteld. Dus, wat wil je? Saxofoon, tenorsaxofoon. Ja, dat is voor mij duidelijk, maar voor de kijkers misschien niet. Tenorsaxofoon. Ja. Hoe lang doe je dat al? 2006, dus 11 jaar nu. 11 jaar? Ja. Okay. Tot veel doen jullie? Ik heb de bekken. Hier. Ik heb bekken, dus. Bekken. Dat is ook leuk om te doen. Ja. Leuk. Kijk, en op zulke feesten komen alleen maar gezellige mensen. Ja. Zagrijdige mensen blijven goed thuis. Dat zo. Dat is gewoon van muziek maken. Ja. Ja, ik vind het grandig. We zijn ongeveer met 30 personen, nou is wat minder. Net in de kersttijd zijn er dus een paar weg, maar de beste zijn het toevallig. Ja, dat sowieso. Hey, veel plezier. Ja, dankjewel. En bedankt voor het interview. Is goed.